volgens mij heeft de Nederlandse regering buitengewoon evenwichtig gereageerd. Ik sta daar ten volle achter. En in alle woorden die zowel de premier als ook de minister van Buitenlandse Zaken heeft gesproken, in al die woordkeuze is buitengewoon evenwichtig omgegaan met de Nederlandse positionering ten opzichte van het Israëlisch-Palestijns conflict. Wat de minister deed was wel een gedeelte van het opkomen voor rechten net klassificeren als in ieder geval niet acceptabel. En dat was een reactie op een verzameling aan pleidooien, leuzen die heel veel mensen uiten uit solidariteit met de Palestijnse zaak. En daarvan zei de minister, dat is even niet het moment, dat is onacceptabel en dat moest je niet doen. En wat het Nederlandse kabinet daarmee dan doet, want daar spreekt de minister namens, is dus het demonstratierecht van een hele grote groep die opkomt voor de menselijkheid in de richting van de Palestijnse zaak, om dat dan te klassificeren op dit moment als nu is dat niet het moment en als onacceptabel. En ik vraag de minister dat echt terug te nemen.